Dit komt eruit de spuwers langs de werven als je ze schoonmaakt. En dat moet dringend gebeuren. Als je die spuwers niet reinigt, dan gaan ze verstopt zitten. En op het moment dat ze dus verstoppen, nou ja, dan ontstaat er wateroverlast op straat. En nou, in een ernstig geval kan dat dus betekenen dat het ook de kelders inloopt. Het wervengebied is een heel complex systeem waar het water altijd goed doorheen moet stromen. Nu is dat niet altijd het geval. Je ziet hier wat algengroei. Er kan wat blad bij komen. Als er blad in ligt, dan komen daar weer plantjes in. Die plantjes kunnen boompjes worden. En vervolgens raakt die hele buis verstopt, waardoor het water gewoon niet meer afgevoerd wordt. De gemeente heeft veel geld uitgetrokken voor het herstel van het werfgebied. Alles bij elkaar gaat het tussen de 450 en 550 miljoen euro kosten. We weten niet precies hoeveel het precies gaat worden, want het hangt heel erg af wat we tegenkomen. Het is 900 jaar oud. Achter iedere steen die we eruit halen zit een verrassing. Dus het kan meevallen, het kan ook tegenvallen. Maar op basis van ervaringsgegevens hebben we dit nu zo geraamd. Dat die kosten hoog zijn is niet zo gek. Het gaat namelijk niet alleen maar om de verstopte spuwers. Zo veroorzaken bomen op de werf verzakkingen en losliggende stenen. De kade moet daarom ook opnieuw worden bestraat. Daarnaast wordt er heel veel onderhoud gepleegd aan de verschillende muren. En de komende 30 jaar wordt eigenlijk het hele wervengebied grootschalig aangepakt. Het opknappen van de waterspuwers duurt nog tot eind juni en is nog maar de eerste fase van een langer durend project.